PSV trainde maandagochtend nog even flink op de hertgang. In de middag vertrok de ploeg van Philippe Cocu op trainingskamp naar Gran Canaria. PSV vertrekt inderdaad vanmiddag en vliegt via Düsseldorf naar Gran Canaria, waar vanavond de ploeg aankomt en morgen de eerste training op programma staat. Nou ja, de jonkies, hè, tussen aanleidingstekens Menno Koch en Rai Vloed, die gaan mee van jong PSV. Nou, voor Koch is dat allemaal niet meer zo nieuw, want die deed 2 jaar geleden al een keer mee in een oefenwedstrijd. Die weet wel hoe dat werkt, maar voor Vloed is dat allemaal redelijk nieuw. Ray Vloed mocht als jonkie na afloop van de training de materiaalkar van het veld rijden. Wel net, hè? Keeper Jeroen Zoet vierde zijn 23e verjaardag. Gefeliciteerd, Jeroen. Dankjewel. Hebben ze voor je zong half? Ja, ja. De geblesseerde Jorginho Wijnaldum en Tim Matas gaan ook mee op trainingskamp. Matas heeft de looptraining inmiddels weer hervat. Wijnaldum is nog niet zo ver. Het lijkt erop dat aan het einde van de transfermarkt dat iedereen wel zo'n beetje weer fit is. Alleen Wijnaldum zou dan misschien wel een wedstrijd ingevallen zijn. Maar of hij al 90 minuten kan spelen, dat is nog maar de vraag. Nou, staan er ook nog 2 wedstrijden op het programma tijdens het trainingskamp. Gaat PSV een prijs pakken? Ja, dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Vorig jaar pakte PSV ook de zogeheten Asian Cup. Nou, dat was volgens mij de enige prijs die gepakt werd vorig jaar in januari in Bangkok. Dit jaar staat de Maspalomas Cup staat op het programma. Die beker is nauwelijks een vliegtuig in te krijgen. Dat is een potsierlijk ding. Volgens mij was hij vorig jaar bij FC Twente of 2 jaar geleden was hij al gesneuveld voordat de spelers het vliegtuig ingingen. Ik denk dat hij zo'n beetje duurder is dan de toeslag voor die beker duurder is dan een hele reis bij elkaar. Maar ja, dit gaat natuurlijk allemaal helemaal nergens over. Dit is een beetje testen, inpassen van spelers. Donderdag speelt PSV een oefenwedstrijd tegen Lokomotiv Plovdiv uit Bulgarije. Nou ja, dat is niet echt een hele aansprekende tegenstander als je het mij vraagt. Nou ja, dan zou zaterdagavond de finale van de Maspalomas Cup moeten volgen tegen waarschijnlijk FC Augsburg. Nou ja, dat is wel een aardige wedstrijd. FC Augsburg, dat is een ploeg uit de Bundesliga. Nou ja, dat is toch een serieuze tegenstander. En daar kun je denk ik wel wat uit afleiden voor de tweede seizoenshelft. Dus daar zou je ook bijvoorbeeld de opstelling voor volgende week tegen Ajax al misschien kunnen zien.